tegenwoordig om plaatcontracten binnen te krijgen. Om op de radio gedraaid te worden, je moet mensen kennen, her en der. Anders ga ik ook, moet contacten hebben en anders graag te worden. Het is bovendien ook niet het meest makkelijke jaar om op de radio te geraken? Nee, waarschijnlijk wel. Dat is tussen dinsdagavond op Whiplash of zo, Studio Brussel, dat kan. Maar voor de rest, ja, Donna, nee. Alhoewel, we hebben al wel op Radio 1 gespeeld. Radio 1? Ja, dat was met de vorige demo, dus lang geleden, 3 jaar terug. En dan zijn we rond 11 uur 's morgens. Dat was Chris kent, via kent Chris Sabine Hagen door. En die mocht op een gegeven moment haar nummers kiezen van, haar favoriete nummers kiezen. En we hadden net onze nieuwe demo opgenomen. Dus Chris erin, kom, speel dat eens. En effectief, op een mooie augustus voormiddag, zo rond 11 uur 's morgens, plots het nummer AYK door de boxen. En dan ja, eerst een volledige aankondiging, dus Sabine Hagen door. Dus dat was wel leuk. En dan direct nadien was het wel wat minder, want dan was het YMCA. Wat is de link tussen Chris en Sabine Hagen door? Ik ken de man van Sabine Hagen door. Die goede vriend van mij ook kan ook het genre appreciëren. En lang is die weg eigenlijk. Hè. Sabine Hagedoren en hardcore en metal lijkt me niet voor de hand liggend. Ze heeft het ook leren appreciëren, denk ik, door ons bezig te zien. En misschien dat haar zoon nu ook wel die richting zal uitgaan. Is zij iemand van de trouwe fans ondertussen? Niet altijd aanwezig, maar ik denk wel. In haar hart wel. Heeft ze al een cd'tje gekocht? Nog niet gekocht, nee. Het wordt vandaag released, dus ik zal morgen eens aan de deur gaan bellen. Wat zijn de ambities nog? Veel spelen, hè? Veel optreden, grotere optredens doen, festivals doen. Zien dat de mensen aan onze cd geraken. Meer mensen laten kennismaken met de muziek en voor de rest genieten, plezier hebben. En echt overal waar we komen en komen, zouden mogen komen spelen. Overal de beuk erin brengen, sfeer brengen, ons amuseren. Dames in zwem doen vallen. Weet ik dat een beetje? Enorm. Enorm. Het is een aanbod gehad. Een aanbod dat we moesten spelen in Sint-Amans op een festival. En dat was na het optreden was gedaan en plots kwam er vanuit het publiek de aanbieding voor een privé-setje. Ja, nee, dat was er nog niet bij, maar dat was dan ja, een privé-setje. Het was, ja, ik had niet, het is nog een jong publiek, dus ik ga het even binnen mond houden. En when you wake up in the morning and find me standing next to your dad with a gun. Something tells me I can never kill this motherfucker. Bring the blues inside of me. Something tells me I can never kill this motherfucker. Bring the blues inside of me. Don't you be a clown. Get the fuck back to the sun. Don't you be a clown. Get the fuck back to the sun. Don't you be a clown. Get the fuck back to the sun. Don't you be a clown. Get the fuck back to the sun. It's me.